How you doing? De How you doing quiz. How you doing? En daar dan de finale van de How You Doing quiz. De bekende Central Perk Bank staat hier beneden bij het Q-Music pand. Was te groot om omhoog te takelen. Op die bank zitten de twee finalisten. Eén van die finalisten is Mattie Valk, mijn overgewaardeerde collega. Hij riep al heel hard van, ja, ik weet alles van Friends. Dit is mijn serie, ik heb alles zo vaak gezien. Daar reageerden wij weer op met de Friends quiz. Je hebt je kunnen selecteren voor de finale. En dat heeft Iris gedaan. Iris, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je er een beetje klaar voor of niet? Ja, ik ben er klaar voor. Jij zegt dat je eigenlijk een grotere fan bent dan Mattie, of niet? Ik hoop het. Je hoopt het, inderdaad. Nou, we gaan erachter komen, want we gaan de Friends quiz spelen. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben het de afgelopen week ook zo gedaan. De Friends quiz bestaat uit 3 rondes. Elke ronde bevat 2 vragen. Voor jou een vraag, Iris, en voor jou een vraag, Mattie. Als jij de vraag goed beantwoordt, Iris, krijg je 2 punten. Mocht jij fout beantwoorden, dan gaat de vraag richting Mattie. En dan kan hij hem nog pakken voor 1 punt. Mochten jullie nou aan het einde op een gelijkspel terechtkomen, dan hebben we nog een aantal shootout vragen om er zeker van te zijn dat één van jullie met die welbekende Friends bank naar huis gaat. Zijn we er klaar voor of niet? Ja, het moet maar, hè? Het moet maar. Ja. De eerste vraag, die is voor jou, Iris. Phoebe en Joey maken een roadtrip van Las Vegas naar New York in de taxi van Phoebe. Ze beginnen hun rit met z'n tweeën, maar eindigen met z'n drieën. De vraag is, wie rijdt er nog meer mee? Een soort lifter die achterin is gekropen. Een soort lifter die achterin is gekropen. We gaan even luisteren, is dit goed geantwoord? How you doing? Ja, dat is inderdaad goed. Een lifter, die hebben ze opgepikt. En op een gegeven moment komen ze aan en dan liggen Joey en Phoebe achterin te slapen. Ik heb het zelf niet gezien, maar het staat wel op mijn blaadje. Goed geantwoord, 2 punten voor jou, Iris. Hier komt jouw vraag, Mattie. Ja. Wie spreekt en wat zijn de laatste woorden in de allerlaatste aflevering? Dat is Chandler. Ja. En die zegt sure where. Chandler en die zegt sure where. Denk ik. Nee, is een grapje, is goed. Een beetje clear. Oh man. Ronde 1 gelijkspel, allebei 2 punten. Gaan we meteen door naar. Ja, sorry. Dat moet toch even. Gaan we door. Gaan we meteen door naar ronde 2. Deze vraag is voor jou, Iris. Joey is acteur en maakte ooit reclame voor de Japanse televisie. Hier een fragmentje. Ichiban Saiko. De vraag is, wat voor producten prees hij hier aan? Lippenstift, blauwe lippenstift. Jij zegt lippenstift, ook de specificatie erbij, blauwe lippenstift. We gaan luisteren. How you doing? Is goed geantwoord, 2 punten. Vraag voor Mattie. Ja. Ross die wil graag een muzikaal stukje doen op de bruiloft van Chandler en Monica. Monica en Chandler zijn daar helemaal niet blij mee en horen Ross oefenen. Met welk muziekinstrument? Doedelzak. Eerst nog even de bedenktijd. Is het niet goed? Ja. Is dat goed? Oh, je checkt het ook even bij Iris of het goed is. Nee, we gaan even naar de jury luisteren. Hier komt ie. How you doing? Yes. Ja, het is goed. Het is goed. Die wist ik. Ja, we gaan naar ronde 3 met een gelijkspel. Nu begint het spannend te worden. Iris, voor jou 4 punten. Mattie Valk, voor jou precies hetzelfde. Ook 4 punten. Komt een vraag voor jou, Iris, in ronde 3. Ross en Rachel hebben in de serie eigenlijk altijd een knipperlichtrelatie gehad. Ze kennen elkaar al sinds de middelbare school. Toen zag Rachel Ross totaal niet staan. En daarom richtte Ross een club op. De I Hate Rachel Club. Maar met wie richtte hij deze club op? Om je te helpen hebben we een geluidsfragmentje. Je hoort hem hier. Eens even kijken. I just want to say that I'm real sorry for whatever I did to you in high school. Oh, it wasn't just me. We had a club. The I Hate Rachel Green Club. Who else was in this club? Me? En Ross. Ja, we zoeken dus de naam die hij in deze serie had. Dat is Will Colbert. Colbert. En hij wordt gespeeld door Brad Pitt. Ja, inderdaad. Dat is helemaal goed geantwoord. Oei, 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 oei. Dit is toch ongelooflijk? Ja, weer 2 punten voor Iris. Je weet ook echt alles. En je zit er bovenop. Brengt een totaal van 6 punten. Mattie, jij krijgt hier ook nog een vraag. Wat vindt Joey in de gevonden voorwerpenbox in Central Perk, waarna hij zelf een sleutel vindt? Kom op, Mattie. Dat weet ik echt even niet, hè? Je moet nu antwoord gaan geven. Een plant? Een plant, zeg jij? Ja, een plant. Ja, ik denk het. Je hoort toch? Niet! Nee, dat moest geen plant zijn. Hij heeft daar 1 schoen verloren. Maar betekent dit dat ik Iris moet gaan feliciteren? Dit betekent dat jij Iris moet gaan feliciteren, ja. Iris, oh, yes! Feliciteren.
Dankjewel. Eindstand van 6 punten voor Iris en 4 punten voor Mattie. Ja, Mattie, hoe voelt dit nou? Wat gaat er door je heen? Nou, ik had dus het gevoel dat ik dacht van, nou, dit kan nog wel eens de shootout gaan worden. Want we gingen redelijk gelijk op. Ja, dat dacht ik ook hoor, ja. En ik had eerlijk gezegd, toen ik vanochtend hierheen reed, het gevoel van, nou, ik lig er echt na 2 vragen waarschijnlijk uit. Omdat ik, ja, je bent zoveel beter dan ik voor mijn gevoel. En toen dacht ik toch, nou, misschien gaat het bankje toch mee naar huis. Uiteindelijk, ja, heel hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel, sorry. Ja, wow. We hebben geen bezorging voor je geregeld, Iris. Dus je moet zelf die bank even mee naar huis nemen. Ja, ik dacht dat jij voor me ging brengen. Nee. Helaas. Heb ik je net verteld. Oh, sorry. Nou, we gaan het wel even goed afsluiten natuurlijk. Iris, misschien wil jij deze dan even aankondigen als winnaar van de Friends finale. Ja, dan moet ik even denken wat het liedje ook is. Nou, dat weet je toch wel. Nou, daar heb je alles beantwoord. Wie stopt de muziek? Ja, ik heb het Stop de muziek. Mag even. Van Friends? Ja. Oh, I'll be there for you van de Rembrandt. Ja, kijk, we staan. Die gaan we doen. Iris, gefeliciteerd met de Central Perk Bank. Ontzettend bedankt. Die gaat naar je huis gebracht worden, natuurlijk. Dat regelen we voor je. De Rembrandts op Cue Music. Ja, we kunnen het natuurlijk nu niet laten om even de opening na te spelen. Cue is good for you.